Wij doen vandaag de Gumball 3000 rally. Alle auto's vanuit de arena komen naar Schiphol toe, naar Menzies, om opgebouwd te worden en in het vliegtuig geladen te worden. Super luxe auto's. We hebben wel eens een gewone auto, maar deze combinatie bij elkaar, 37 stuks van de mooiste auto's die eigenlijk rijden in de race, staan nu bij ons allemaal in de loods. We hebben een aantal Porsches 911. Dus we hebben een hele dure Ferrari F50, dikke Mercedes'en, een Rolls-Royce, een Bentley. Bij elkaar, de hele zending is ongeveer $200 miljoen. Het probleem met de belading van deze auto's is, omdat we ze op elkaar stapelen, zit je vrij dicht tegen de zijkant van het vliegtuig aan. Dat betekent dat je ze iets uit het midden moet opbouwen om de binnenkant van het vliegtuig niet te raken. Het hele proces neemt ongeveer 1 uur of 10 in beslag om alles op te bouwen en verzend klaar te maken. Deze auto's gaan naar Reno, dat ligt vlakbij Las Vegas in Amerika. Daar worden de auto's uitgeladen en weer helemaal startklaar gemaakt voor de volgende etappe van de race. Gumball is een evenement, het kent zijn weerga niet, omdat er een dermate grote groep uit de hele wereld meedoet, van alle continenten. En de mensen zijn echt van alle markten thuis, ook alle soorten auto's en alle soorten leefwijzes die mensen erop nahouden. Sommigen die slapen 1 uur per nacht. Nou, wij Hollanders zijn natuurlijk altijd een beetje zo van 3-4 uur, dat moet toch minimaal. Maar er zijn echte party diehards bij. The craziest thing, well, I got this because I fell down one time. Amsterdam is amazing, you know. The crowd in the arena last night was really, really amazing. Het is natuurlijk ongelooflijk. Gisteren rij je nog door de Bijlmer en vanavond in San Francisco. Dat vind je alleen maar bij de Gumball. Amsterdam, it was too short to visit. But I like the city. It seems like a really cool city. And I had a roof terrace, so this morning I was doing some training up there. So I'm doing some martial arts. Looking at the Rijksmuseum. That was nice.